ATV Venray organiseerde zondag de jubileumeditie van de zwemloop. Voor het 15e jaar werd de race, een combinatie van hardlopen en zwemmen, gehouden. De sporters kwamen vanuit het hele land en zelfs uit België en Duitsland. De atletes Anne Rijntjes en Marjan Wijs van de organiserende vereniging deden op verschillende onderdelen mee. Ja, ik heb vanochtend het eerste twee keer meegedaan met de teamrelay. Eén keer met het damesteam. En één keer heb ik het herenteam versterkt omdat daar iemand uitgevallen was. En daarna heb ik de 500 en 5 kilometer gedaan. Ik heb ook meegedaan met de estafette, met Anne erbij. En de individuele 500 meter en 5 kilometer rennen. Voor Marjan was het de tweede zwemloop die ze deed. In de prijzen viel ze echter niet. Nee, dat denk ik nog niet. Ik denk dat ik ergens in de middenmoot zal zijn geëindigd. Anne scoorde daarentegen hoger. Vierde overal en eerste in mijn categorie op de 505. En met het team really waren we vijfde als ik het goed zeg en tweede. Door persoonlijke omstandigheden moest Anne de sport afgelopen jaar op een lager pitje zetten. In het nieuwe seizoen wil ze de draad weer oppakken en aanknopen aan de prestaties van de afgelopen jaren. Dit jaar is vooral een beetje weer het opbouwen en weer met plezier gaan sporten. En dat gaan we doen met een nieuw damesteam in de tweede divisie triathlon. Marjan is nieuw in de atletiek. Sporten zit echter in het bloed. Ik heb eerst gekorfbald en gevoetbald. Maar ik ben echt een sportmeisje. Ik heb een sportopleiding gedaan. Dus ik probeer overal een uitdaging te zoeken. En dit is mijn nieuwe uitdaging. Ik denk dat mijn eerste doel is om de wedstrijd uit te lopen. Dat is een begin. In dit jubileumjaar was er een extra serie ingezet om alle atleten te kunnen laten starten. En ook bij de jeugd en junioren waren er meer deelnemers dan vorig jaar. Volgend jaar hoopt ATV dan ook de zwemloop weer te kunnen organiseren.